zit echt zoveel aan mijn handen nu qua geld. Ik denk voor 35.000 euro of zo. Een ton. Oké. Nou, ik weet wel nog toen ik voor het eerst echt iets verdiende. Toen draaide ik volle maan. En toen kreeg ik naast mijn musical salaris, kreeg ik dan ook nog filmsalaris. En toen draaide ik op Mallorca en toen kwam Marijn, een van mijn beste vriendinnetjes, die kwam daar naartoe. En toen gingen we shoppen, gewoon van mijn geld. En dat vond ik zo leuk dat ik voor haar die kleren kon betalen. Ik heb geen gat in mijn hand, maar ik kan wel, als ik heel graag iets wil hebben, dan heb ik nu wel de luxe dat ik dat dan kan kopen. Soms heb ik daar dan wel spijt van. Het gekke is, ik heb dus helemaal niks met dingen die compleet exorbitant zijn. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om een tas van 20.000 euro te kopen. Dat vind ik echt grote onzin. Ik had een poes bij de shoot. En ik was heel bang dat die poes de hele tijd heel erg pijn zou doen met deze moordwapens. Maar het was een heel mooi poesje. Ik ben wel blij dat hij niet op mij geplast heeft. Dat doen ze nogal vaak, zei die mevrouw.